Natuurlijk ga ik je niet vertellen wat schrijven is of hoe je moet sms'en, krabbelen of chatten. Maar ik wil je hier wel kort uitleggen wat goed schrijven is. Goed schrijven is zo schrijven dat wat je geschreven hebt ook gelezen wordt. En dat wat je wilt vertellen ook goed overkomt en begrepen wordt door de lezer. Je kunt eigenlijk alleen goed schrijven als je dus weet waarom je iets schrijft. Weet wat je doel met het schrijven is. Een voorwaarde is dat je je verplaatst in de lezer. Stel je voor hoe jij het graag zou willen lezen, want dan ontdek je hoe je iets op moet schrijven. Het lukt beter met een goed geschreven tekst dan met een slechte. Inderdaad, een flauw voorbeeld, maar even extreem om duidelijk te maken wat ik bedoel. Daarnaast kun je mensen natuurlijk ook vermaken met een goed geschreven tekst. Om te schrijven heb je pen en papier, een computer of gewoon je telefoon nodig. Dat is logisch. Het is natuurlijk makkelijk als je snel kunt typen, maar een goed inlevingsvermogen is nog veel belangrijker. Leer dus je te verplaatsen in een ander. Daar leer je zelf ook veel van. En zoals met zoveel dingen, oefening baart kunst. Hoe meer je schrijft, hoe meer je leert. Oh ja, als je niet heel snel kunt typen, dan is een recordertje erg makkelijk. Want dan kun je iets inspreken en later terugluisteren. En zo'n opnamefunctie zit misschien ook wel op je telefoon of je mp3-speler. Natuurlijk is het ook belangrijk dat je taalkundig goed schrijft. Gebruik bijvoorbeeld de spellingscheck in Word of liever nog een woordenboek of het groene boekje. Dat vind je ook online. Check je tekst achteraf niet alleen op spelling, maar ook op grammatica en zinsopbouw. Eén tip, lees de tekst gewoon eens hardop voor. Dan kom je er misschien wel achter dat iets of een paar zinnen helemaal niet zo goed loopt of lopen, terwijl je dat wel dacht toen je het opschreef en je eigenlijk dacht dat alles goed was en dat het zo makkelijk op te lezen zou zijn en iedereen je wel zou snappen dan dus. Ja, nou ja, had de schrijver van dit stukje dat ook maar gedaan. En nu het makkelijkste, tips om goed te schrijven. Allereerst, weet waarom je iets schrijft. In een sms of krabbel maakt het niet zoveel uit hoe je schrijft, maar als je iets van de ander gedaan wilt hebben, weet dan goed waarom je schrijft. Een opstel schrijf je heel anders dan bijvoorbeeld een liefdesbrief. En een artikel in de schoolkrant of op een weblog moet je heel anders schrijven dan een brief aan je oma. Daarnaast moet je je dus verplaatsen in je lezer, je doelgroep. Denk na over hoe de tekst het beste overkomt. Want als je daar rekening mee houdt, dan zal je doelgroep jouw tekst ook fijner vinden om te lezen. En bereik je dus eerder je doel. Als je klaar bent met je tekst, lees hem dan hardop voor. Dan hoor je meteen of je tekst goed loopt. En ook of je misschien ergens een extra rustmoment in moet lassen. In Word zit een makkelijke spellings- en grammatica-check. Gebruik die ook. Een tekst met veel spelfouten of rare zinnen kan best irritant zijn. En als je een belangrijke tekst moet schrijven, dan is het natuurlijk best slim om een van je ouders of vrienden de tekst te laten lezen voordat je hem inlevert of verstuurt. Wie weet hebben ze goede tips of aanwijzingen. Oeh. En als je het nog een keertje terug wil zien, druk dan gewoon nog een keer op play. Ik zie je. Doei. Oma, ik heb een brief voor je.